Nou, dat heb je verdiend ook. Wat heb jij ons een fantastisch weekend bezorgd, zeg. Ja, ik kon er niks aan doen. Nee. Was het je zwaarste overwinning? Zeker mijn zwaarste, maar ook mijn mooiste, denk ik. Ik was echt... Ja, het kost ontzettend veel inspanning natuurlijk, maar als je zoiets voor terugkrijgt, dan is het fantastisch om zo'n toernooi op zo'n manier te winnen. Ja. Je rijdt in zo'n weekend 17 kilometer en als ik het nou goed heb uitgerekend, dan is het verschil met nummer 2 aan het eind 1,5 meter. Ja. Dus je rijdt halverwege Amsterdam-Hilversum en dan is dit verschil over. Is het verschil zo klein? Ja, op dit moment de krachtverschillen tussen de eerste drie dan. Nou, dat betrof de twee Russen, Viktor Sasharin en Oleg Bodjev. En mij, dat was zo ontzettend klein dat het inderdaad 1 metertje. Ja. Dus een fractie van een seconde te laat starten, bijvoorbeeld op de 500, ja, op de 1500, en dat het is gebeurd. Waar haal je die concentratie vandaan om dan toch precies in dat schot te vallen? Ja, ik denk dat het een proces is dat vrij lang duurt. Dat is een concentratie eigenlijk op het moment van een startschot. Je leeft je eigenlijk in de positie van een starter. En op het moment, je telt mee, het is een normaal 1,5 seconde. En bij mij is dat zo, ik adem in het moment dat het stopt. Dan schiet hij. Wat heerlijk. Is dat een afspraak met die mensen? Nou, nee, maar ja, ik kan niet langer inademen. Nee. Nee. Het is natuurlijk een krankzinnige wereldkampioen, ben je nu. Want je hebt 3 afstanden verloren van nummer 2. Ja, ja, verloren. Er zat dus een paar centimeter tussen. Nou ja, dat is toch verliezen in de sport, daar hebben we het juist over. Maar ja, er was 1 afstand en dan won ik iets meer. En dat was genoeg. Het wonderlijke is dat je het toch te danken hebt aan je 5000 meter met name. Ja. En juist die afstand was de laatste tijd niet zo verschrikkelijk sterk. Hè? Met name op het Nederlands kampioenschap. Ja. Dan moest je zelfs de jeugd... He, als ik Kemkers en Visser even zo mag noemen, voor laten gaan. Ja, ja. Ja. Van waar dat je zo terugkwam op die afstand? Nou, we hebben natuurlijk een voorbereidingsperiode gehad in het seizoen. En er is een periode geweest dat wij vrij slecht weer hebben gehad. En geen wedstrijd hebben kunnen rijden om een ritme te krijgen voor een 5000 meter. Wat noodzakelijk is. En wat er dan op zo'n moment moet gebeuren is een ritme terugkrijgen. En daar hadden we goed ijs voor nodig. Nou, daar zijn we voor in Haarlem geweest. We hebben fantastisch ijs gehad. En het ritme is teruggekomen en op zo'n kampioenschap loopt het dan. Ja. Er was op televisie een hele lange zoen van een hele leuke vrouw. Iedereen vroeg zich af wie dat was. Dat was mijn eigen vriendin. Was er ook nog een zoen van moeder na afloop? Want die kan niet kijken. Als er ja, wordt. Ik had ze nog heel de dag niet gezien. En ik kwam ze eigenlijk tegen tijdens mijn ereronde. En dat was toch wel fantastisch. Ja. En ze zit nu nog in de bus, geloof ik, hè? Als het goed is, ja. Ze zal onderhand bijna thuis zijn, denk ik. Jij kwam op Schiphol aan. Hoe was het op Schiphol vandaag? Want we zagen je alleen maar in het journaal uit de slurf komen. Nou, er stonden ontzettend veel mensen. En ja, de reactie was grandioos. Iedereen applaudisseerde en juichen. En ja, fantastisch. Meteen is er toch een beetje triest nieuws. Want je zegt, nou, ik laat het allrounden nu even een beetje voor wat het is. Ik ga me specialiseren met het oog op de Olympische Spelen. Op die 2 sterke afstanden, de 1500 en de 5000. Dan denk ik, dat is je goed recht. Maar volgend jaar is het WK wel een Heerenveen. Ja, ja, maar kijk... Specialiseren op een 1500 en een 5 kilometer wil niet inhouden dat ik mijn toernooi zal laten schieten. Want juist dat zijn de 2 basisafstanden die ontzettend tellen in het toernooi. Ook dit weekend is weer gebleken dat dat de 2 belangrijkste afstanden waren. Nou, mijn 500 meter heb ik normaal gesproken nooit problemen mee en die loopt wel. En als je bent gespecialiseerd op 5 kilometer, dan loopt het 10 kilometer ook. Dus het toernooi toch nog compleet. Of ben je diep in je hartje een beetje aan het indekken voor de aanstormende jeugd van volgend jaar, Kemkers en Visser? Ik vind het alleen maar fantastisch dat die jongens hard rijden. En dat betekent dat we volgend jaar weer een hele mooie ploeg hebben. Ja. En dat we het verder uit kunnen bouwen. Jij slaapt altijd, hè? Daar is veel over gesproken. Wij sliepen het weekend nauwelijks. En jij zei nou, ik slaap perfect, want dat heb ik mezelf aangeleerd. Ja, nou, niet iedereen weet hoe je dat aangeleerd hebt. Niet helemaal mezelf. Ik heb er hulp voor gehad van Ted Roost. En dus haptonomie. En dat leert je jezelf te ontspannen in allerlei situaties, in stresssituaties. En, nou, juist op zulke momenten is dat belangrijk. En dat komt ook weer terug in de concentratie naar bijvoorbeeld de start van een 500 meter. En ja, dat werkt. En daar heb ik ontzettend veel profijt van. Ja. Dus onder de meest grote stress kan je toch nog heel goed pitten? Ja, heb ik weinig problemen. Dat is fantastisch. Nou, er waren een aantal hartveroverende momenten. Wat ik persoonlijk heel mooi vond in de eerste plaats, dat die ereronde gewoon door kon gaan. Dat is nog wat anders dan bij voetballen. Dat was fantastisch van het publiek. Iedereen kwam al op het ijs, maar op het moment dat ik eraan kwam rijden, gingen ze allemaal aan de kant. En ja, dat is voor een sporter het meest mooie moment in zijn carrière, denk ik. Een ander hartveroverend moment was toen je na die 10 kilometer even in elkaar zakte. Wij dachten allemaal, die komt niet meer overeind voor maandag. Nee. Ja, dan valt er zo'n hoop van je af. Psychisch vooral. En je bent ook wel ontzettend moe, maar doordat je klaar bent en je weet dat er een periode komt van spanning. Ja, ik moest even geleden, ik denk, kon niet anders. Nee, dat mocht ook. En het derde wat ik zelf prachtig vond was de reactie van Bodjev op het erepodium, de manier waarop hij jou feliciteerde. Ja. Niet met een Sipkema gezicht, maar gewoon eventjes keihard die handen tegen elkaar aanslaan. Dat is een unieke club, hè, die topschaatsers onder elkaar. Ja, het is een vriendenclub.
En het moment dat jij op elkaars vijand wordt, is het aan de start en nergens anders. Nee. Want als iemand goede tijd rijdt, dan feliciteer je hem ook. En als iemand bezig is goede tijd te rijden, dan moedig je hem ook aan. En ja, de sterkste wint, maar de rest is zeker zo sportief. Ja. Nu kan je zonder stress misschien slapen vannacht. Kan je nu even nagenieten? Of nou, weer... niet zo heel erg lang. Het is morgen weer afreizen naar het volgende kampioenschap. Volgende week rijden we in Japan. Wereldkampioenschappen sprint. En dat betekent dat we morgenmiddag om 2:30 weer in het vliegtuig zitten. Zo. En dat wordt toch een beetje een anticlimax, want winnen zul je daar niet? Nee, winnen zal ik daar zeker niet. Maar ja, het kan wel een heel mooi toernooi worden. Vorig jaar hebben we hier in Veen natuurlijk ook een fantastisch sprintkampioenschap gezien. En, ja. Ik denk dat het in Japan weer gaat gebeuren. Het is wonderlijk hoe snel jij je emoties verwerkt, hè? Want je staat nu alweer met beide benen op de grond en denkt aan het kofferspakken voor morgenochtend. Ja, kijk, de emotie ontlaat zich eigenlijk op een kampioenschap. En dat was hoofdzakelijk het moment dat ik ontdekte dat ik won. Dat was toen Botje nog 10 meter van de streep af was. En toen hing ik al in de lucht. Ja, bij ons ging de koffie over de tafel. Hein, ik hoop dat we nog lang van je mogen genieten. Dankjewel voor je komst. Ja.